banaan? Mijn eerste gedachte die ik heb bij een banaan is, het allereerste wat ik ooit bij seksuele voorlichting kreeg was een banaan en een condoom. En echt waar? Ja, dat is het eerste wat ik me kan herinneren. Ja. En verder gewoon in mijn ontbijt iedere ochtend. Dat heb ik nooit gehad. Heb je nog een seksuele voorlichting gehad? Nee. Nee. Maar je hebt wel op school gezeten, neem ik aan. Ik heb wel op school gezeten, ja. Of ik kan me niet meer herinneren, het is alweer een tijdje geleden. Maar dus ze krijgen echt een banaan met een condoom en die condoom gaat, dan moet je dan zo om die banaan heen. Ja, en die vrouw zei ook echt, we moeten ze wel terug hebben, want ik moet die bananen vanmiddag weer gebruiken. Dus nadat we het gebruikt hadden, moesten we het ook weer teruggeven aan die vrouw. Ja. Denk je dat ze uiteindelijk hebben opgegeten, die bananen? Ik denk het wel, ze was echt gek. Ze is echt gestoord wijf, ja. Oké. Staren. Daar ben ik heel goed in. Ja? Ja. Ik heb heel vaak teruggehoord van mensen dat ze dat soort van intimiderend vonden dat ik dan... Nou, je hebt ook mooie ogen, dus dan is het meteen zoals als je zo aankijkt van oh shit, weet je wel. Ja, mensen gaan af en weg kijken. Ja, precies. En is het dan ook zo dat als je naar iemand staart en iemand staart terug... Dat vind ik heel leuk. Is het dan flirten of is het dan... Wat is dat dan? Voor mij voelt het wel snel als flirten. Ja. Also, ik zou het ook niet snel bij iemand doen die ik niet... aantrekkelijk vindt. Dan zou het toch gewoon wat, niet per se een oppervlakkig gesprek, maar dan zou het in mijn lichaamstaal niet op dezelfde manier zijn als dat ik wel iemand aantrekkelijk vind. Nee, precies. Oké. Instagram. Heb ik echt een hele dubbelzinnige mening over, want aan de ene kant vind ik het echt stront-app. Had ik liever gewild dat het nooit iets was geweest en heb ik echt een hekel aan al die sociale stigma's die er omheen hangen en mensen die zoveel waarde hechten aan hoeveel volgers ze hebben, kotst het echt uit. Ja. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel iets heel moois hebben en geniet ik ook echt wel van Instagram, dat mensen ook wel verbindt. Mm-hmm. Wat vind jij van die trials die Instagram nu voert met het verbergen van likes? Nou ja, ik vind dat dus heel tof, maar als ik daarover begin te praten met mensen omheen, dan krijg ik echt super felle reacties. Oh, echt? Ja, omdat mensen dat dus echt zo belangrijk vinden. Mm-hmm. Gezichtscreme. Ik moest oprecht bijna huilen toen ik van 2017 mijn inkomstenbelasting aan het opmaken was en zag wat ik aan bonnen had van de Estée Lauder en La Mer en weet ik veel. En nog mijn kop helemaal onder de acne en weet ik veel. Want ik heb echt duizenden euro's uitgegeven aan echt ieder merk wat je maar kunt bedenken. Ja. En heb je uiteindelijk nu iets gevonden wat werkt voor je gezicht? Want je ziet er hartstikke goed uit. Ja, nu wel. Ik heb denk ik echt iets gevonden. Los van gelukkig zijn, dat helpt echt. Ja. Heb ik wel denk ik iets gevonden nu wat parabenenvrij, olievrij, helemaal op waterbasis. Ja, zo precies. Goed als alleen maar natuurlijke ingrediënten. Dat is echt het enige wat voor mij werkt. Onzekerheid. Nou, gewoon mijn hele bestaan en leven. Dat is nu wel iets waar ik me wat meer over bepaalde dingen heen begin te zetten. Mm-hmm. En ik denk niet dat ik in mijn persoonlijkheid onzeker ben, want in principe ben ik een vrij zeker mens, denk ik. Maar er zijn zoveel dingetjes waar ik altijd mijn hele leven me zo druk om heb gemaakt. Iedereen heeft onzekerheden en sommigen trekken wat harder aan anderen, maar het zijn gewoon dingen waar je van leert en waar je mee leert omgaan. Dat is het ook. Ik heb er echt de afgelopen maanden echt heel veel last van gehad. Ik heb er echt gewoon helemaal uitgelegen, een soort van voelde me echt werkeloos, dat het natuurlijk absoluut niet het geval is, maar dat is hoe ik me voelde, gewoon dat ik niet een reden had of ook absoluut niet maakte om uit bed te komen bijvoorbeeld. En iedere keer als ik daar dan uitkom, dat ik dan weer denk van ja, maar dit is wel iets waar je echt van groeit, zeg maar. Totaal. Je moet het niet, als je het gaat blijven zien als iets negatiefs, ga je er nooit uitkomen of nooit wat van maken. Nee. Wat zijn dingen waar jij onzeker over kunt zijn? Echt alles. Ik ben echt een gigantische perfectionist, dus alles wat ik doe wordt continu. Ik denk ook als je aan mijn vrienden, familie, iedereen die met me omgaat zou vragen wat vind je irritant aan Jeroen, dan is het dat ik nooit zomaar een keuze kan maken. Dus alles moet echt 30 keer overwogen worden en zo. En als ik aan het werk ben, dan is het ook echt gewoon, dat duurt uren langer, omdat ik dan met twee keuzes in mijn hoofd zit waar ik geen keuze uit kan maken. Mm-hmm. En dat is met mezelf ook heel erg. Dus hoe erg ik dat met mijn werk en met het meeste wat ik doe heb, heb ik dat met mezelf ook heel erg. Neusdruppels. Neusdruppels? Als je verkouden bent, raken mensen daar niet verslaafd aan? Is dat niet een ding? Ik ben er 9 jaar verslaafd. Echt? Ja. Word ik een grippenvel van. Ja, het is echt heftig. Ik heb denk ik echt in mijn hele leven max 10 keer neuspray gebruikt. Maar hoe doe je het dan als je verkouden bent? Ja, uitzitten. En hoe slaap je dan? Mijn mond open. Jezus, wat een nachtmerrie. Echt? Ja. En het gaat gewoon. Ja, blijkbaar wel, ja. Ja. Ja, ik was dan verslaafd aan neusdruppels. Ben jij wel eens aan iets anders verslaafd geweest? Ik raak heel snel verslaafd aan dingen. Ik wilde vroeger altijd heel graag cocaïne proberen. Mm-hmm. Heb ik niet gedaan, ga ik ook denk ik niet doen. Mm-hmm. Omdat ik echt gewoon
als ik dip, al helemaal bijvoorbeeld, dan heb ik echt het eerste beste waar ik soort van aan vast kan grijpen, dat pak ik en dat wordt echt een soort van vast ding. Iets. Ik heb echt, en dat had ik echt nooit verwacht. Ik heb echt in een periode dat ik in Amsterdam woonde, heb ik echt even een hele slechte periode gehad. Mm-hmm. Toen ben ik echt gewoon wekenlang, heb ik echt iedere dag wel 2 of 3 keer per dag gebloot. Oh ja. En als ik daar nu aan terugdenk, denk echt gewoon, ik ken die jongen helemaal niet of zo. Ook echt het allerslechtste middel om te gebruiken als je je niet goed voelt. Ja, dat is alleen maar, maakt het alleen maar nog erger. Ja. Ja. Snurken. Mijn associatie is echt zo'n beetje mijn vader, weet je wel. Gewoon zo'n brombeer die dan heel hard snurkt. Snurk je zelf? Nee, maar ik ben wel echt heel heftig in mijn slaap. Echt, ik zeg altijd tegen iedereen voordat ik met iemand, weet je wel, een nieuw iemand bijvoorbeeld ga slapen of whatever, zeg ik altijd van, nou, bereid je erop voor, want je gaat wakker worden vanavond. Oh, echt? Ja, en echt wel heftige dingen gebeurt ook. Wat dan? Nou, ik slaap dan wel heel erg. Laatst ook waren we in Spanje en toen ben ik letterlijk mijn bed uitgelopen. Hink over Jessie door bed heen, met haar telefoon vast, met een flits zo aan het zoeken naar iets. En in één keer zegt ze, wat de fuck ben jij aan het doen? En ik was, ineens wakker en ik werd helemaal ongemakkelijk en ik dacht, ik weet het niet, sorry. Ik was laatst op het huis van een vriend van me aan het passen. Yeah. En hij had een hele enge kastdeur aan het goede eind van zijn bed. Dus die deed ik constant dicht, omdat ik daar gewoon niet in wilde kijken. Nee. En toen had ik voor het eerst in 5 jaar een nachtmerrie. Mm-hmm. En ik stond helemaal naakt in een soort van zwarte ruimte. En ik raakte helemaal in paniek. En toen werd ik wakker. En toen stond ik met mijn hoofd naar boven, echt recht voor die deur. Nou, en toen kon ik echt wel janken gewoon. Ik wilde daar ook helemaal niet meer slapen. Maar nee. Dus, en altijd praten. Ik vind het ook wel eng, want voor hetzelfde geld loop je gewoon de deur uit en ga je met de taxi naar Schiphol en word je wakker op Marbella of zo. Ja. I don't know. Of doe je iets heel doms, maak je een balkondeur open en val je eraf. Precies. Ga alsjeblieft niet van een balkon af of zo. Heb ik gelukkig niet. Oké. Meer.